Ik ben aangekomen bij een hele bijzondere plek voor mij. Dat is vliegveld Ypenburg. Hier heb ik mijn dienstplicht vervuld als een van de laatste lichtingen. Maar goed, op 10 mei vielen de Duitsers het vliegveld aan. Ze vlogen eerst richting de Noordzee en keerden toen om. En gingen drie vliegtuigen vliegvelden tegelijk aanvallen. Dat is Valkenburg en dat is natuurlijk Ockenburg en Ypenburg. Dus eerst kwamen de gevechtsvliegtuigen, die schoten alles stuk. Daarna kwamen er nog wat bombardementen. Dus dit gebouw stond gelijk in de brand. Maar de Nederlanders vochten wel terug en schoten verschillende vliegtuigen uit de lucht. En zo werd ook de landingsbaan geblokkeerd. Dus konden de Duitsers niet verder met troepen versterken. Dus de Nederlanders hebben flink geknokt. Ze hebben de slag ook gewonnen uiteindelijk hier. En de Duitsers die probeerden ook natuurlijk nieuwe dingen, zoals heel veel parachutisten naar beneden werpen. Maar dat lukte dus ook niet helemaal, want de helft kwam verkeerd terecht. Kortom, hele bijzondere plek. 10 mei 1940. Hier heb je nog een monumentje. En daar heb je dan wat groter monument. Ik herken het helemaal niet meer terug hoor, maar Ypenburg. Ik heb zelf nog een stukje bunker gevonden. Het lijkt me een kazemat. Nou, dat denk ik niet. Maar nee, die heb ik nooit gezien toen ik in dienst was volgens mij. Dus wel inderdaad op zijn weg richting de Brasserskade was één rechte weg. Dus ja, hij moet uit de oorlog komen. Dat kan niet anders. Hij heeft er een Duitser in zit met een verwarmingkie. Dus oké. Okay. Ik ben aangekomen in Loosduinen. En hier staat ook een oorlogsmonument. Er zijn een mannetje of, ik denk, 20 heb ik het vermoeden. Meestal allemaal 42, 45 en een paar en 40. Maar het zijn geen militairen, maar het zijn echt inwoners van Loosduinen. Dus we zijn in Loosduinen aangekomen. Ik sta nog steeds in de omgeving van Loosduinen. Dit is het wachtershuisje, want hierachter was hulpvliegveld Ockenburg. En hier vielen de Duitsers ook in de nacht van 10 mei aan. En ze probeerden zo snel mogelijk dit vliegveld te bereiken. Eerst vlogen ze de vliegtuigen over zee, maar kwamen heel snel terug om dit veld aan te vallen. Ze wilden zo snel mogelijk naar Den Haag oprukken om de koninklijke familie gevangen te nemen. Het plan lukte niet. Waarom niet? Parasitisten die kwamen ergens anders terecht, veel. Sommigen ook wel. In het begin veroverden ze het vliegveld. Maar de Nederlanders schoten ook vliegtuigen een stuk. Dus ze konden de aanvoer niet meer aanvoeren. Dus daarom hebben ze toch een 2 dagen opgehouden hier. Dus dat ze niet naar de stad op kunnen rukken, naar de binnenstad. Dus ga dat zien. Er is een gedenkplaat. Het is niet een voetbalterrein is het. Maar goed, ja. Vliegveld Ockenburg. Hulpvliegveld. Er is ook een zeer mooi monument opgericht voor de Steikelgroep. De oprichter kwam in Den Haag. Het was een verzetsgroep. Ze zijn bijna allemaal zijn ze omgekomen. Het was een van de eerste verzetsgroep in Nederland. Op een gegeven moment, Hans Steikel was de oprichter. Op een gegeven moment zijn ze opgepakt, volgens mij in 1942. En daarna zijn ze een jaar gevangen genomen. En daarna zijn ze overgebracht naar Berlijn en daar zijn ze ook gefusilleerd, doodgeschoten. Maar het is echt een indrukwekkend monument is het met alle gaven. Dus eigenlijk zijn ze vanuit Berlijn zijn ze weer teruggebracht naar Nederland om hier begraafd te worden. En ik denk dat het beeld ook wel genoeg zegt. Dus ja. Maar ze hebben er wel een heel mooi eerbetoon gekregen. En natuurlijk de Nederlandse vlag, die altijd half stok hangt hier. Dus ja mensen, als je in de buurt bent, gaat het zien. Ik ben aangekomen op begraafplaats Westduin. Hier liggen allemaal gesneuvelde Engelsen. Het is een Engelse ereveld. Veel allemaal van eigenlijk de meeste van de Royal Air Force. En daar liggen man of 100, denk ik, zoiets. Dus ik sluit u af en ik laat jullie het Engelse volkslied horen.